Ik ben André Dijkstruis en ik werk nu 4 jaar als muskus- en beverrattenbestrijding bij Waterschap Noord-Zelvest. Heb je bijvoorbeeld klemmen gezet op een muskusrattenbouw, nou, dan ga je die eerst controleren. Zit je in een trekperiode, de periode dat muskusratten op trek gaan, op zoek naar een eigen plekje. Nou ja, dan ben je dus meer fuiken aan het controleren. Speuren noem je dat, dan speur je naar beelden van een muskusrat. Dus het zij keuteltjes van een muskusrat of vreetplekken van een muskusrat. Of je dat ziet liggen of dat je een verzakking ziet of je ziet het is een heldere sloot en het is in één keer troebel. Dat kan ook een heel goed teken zijn dat er muskusratten zijn. Op de mbo heb ik de loonwerkopleiding niveau 2 gedaan. Daarna ben ik doorgegaan naar de akkerbouwopleiding niveau 3. Nu ook de muskus- en beverrattenbestrijding opleiding gehad. Dat is een beetje een interne opleiding die je doet. Ja, daar hoef ik niet over te twijfelen. Dat vrij zijn, lekker naar buiten. Natuurlijk zit er altijd mindere kanten aan, maar dat is met ieder werk zo. Maar ik vind het een prachtige baan. Nou, ik vind het belangrijk, het is een belangrijk werk. Het is natuurlijk wel, je zit bij de waterkant en muskusratten kunnen behoorlijk huishouden in de wal. Ja, als dat inzakt en het zwerft steeds verder uit en de boer rijdt er met de trekker overheen en die zakt het water in of andere gekke dingen. Ja, voor mij moeten we dat niet hebben. Hoe gaan we de toekomst invullen als muskusratbestrijding? We vangen steeds minder. Zeg je van nou, we gaan minder vangers doen met grotere gebieden. Of gaan we juist blijven met dezelfde aantal muskusrattenbestrijders en gaan we er meer klussen bij doen?